Een zendmast bij Elst stond in brand in de nacht van donderdag op vrijdag. De mast staat op de parkeerplaats van een tankstation langs de A325. De brandweer kreeg de melding rond 2:30 en kon de brand vervolgens snel blussen. Daardoor raakte uiteindelijk alleen het onderste deel van de mast beschadigd. Het is nog niet duidelijk of de mast nog gebruikt kan worden. En ook naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Het zou om brandstichting kunnen gaan, dat zou namelijk niet de eerste keer zijn. Alleen al in Gelderland werden de laatste maanden al 3 andere zendmasten in brand gestoken. Tegen de masten is weerstand omdat sommige mensen denken dat de gebruikte 5G-technologie schadelijk is voor de gezondheid.